Ja, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is heel nauw betrokken bij dit proces van het ontwikkelen van ons eigen bedrijfsleven. Het is onderdeel van de buitenlandse politiek. Wanneer we investeerders aantrekken, gaan ze hier bepaalde zaken nodig hebben. En wat we graag willen zien is dat het Surinaamse bedrijfsleven nadrukkelijk in staat is om die producten, die diensten te leveren. Zodat zij ook kunnen profiteren, mee profiteren van de investeringen van die grote buitenlandse bedrijven. Met name voorlopig in de olie en gas, maar local content development, zoals we het noemen, dus het ontwikkelen van de capaciteit van het bedrijfsleven, is niet alleen voor olie en gas, is ook voor de agrarische sector, voor toerisme, voor het bankwezen, voor de huizenmarkt en al dat soort dingen. Dus wat we graag willen zien is dat het bedrijfsleven voorbereid is, goed getraind is, voldoet aan al die voorwaarden die internationaal worden gesteld om mee te kunnen profiteren van die investeringen. De universiteit heeft sowieso al de bacheloropleidingen geowetenschappen en ook 2 masteropleidingen, onder andere petroleumgeologie. Dus daar worden, het is al een paar jaren zo hoor, worden dus studenten opgeleid in geologie en het vinden van olie heeft daarmee te maken, geowetenschappen. En petroleumgeologie al helemaal. Dus het hogere kader en die veelal ook jobs dan vindt bij staatsolie of andersoortige bedrijven. Daar werken we al aan mee. Maar zoals in de presentaties naar voren is gekomen, is er ook behoefte aan. Zijn er ook legal questions die aan de orde zullen komen. Dus de universiteit kan daarbij ook een rol spelen. Er zullen ook sociale vraagstukken zijn. Er zullen financiële vraagstukken zijn. Dus voor al die gebieden die dus als gevolgen zullen uitkomen van de oil en gas activiteiten. Daarbij kan de universiteit een rol spelen. En hoe gaat het bedrijfsleven inspelen op deze opleidingen? Gaan ze stages uitgeven voor de studenten? Nou, niet alles hoeft de opleiding te zijn. Hè. Dus we hebben alle opleiding voor geowetenschappen en petroleumgeologie. Maar als universiteit moeten we vooral ook onderzoek doen. Dus het kan daarmee te maken hebben. En dienstverlening, dat wij dus aan bedrijven bepaalde diensten kunnen aanbieden. Het kunnen zijn bepaalde specialistische trainingen, cursussen. En inderdaad zou het dus ook kunnen zijn dat bedrijven stageplekken beschikbaar stellen voor studenten van ons. Ja. Ik heb tot nu toe goed geluisterd naar de mensen die gesproken hebben. En die hebben een aantal zaken genoemd waar wij als ministerie van Financiën, maar ook als regering, als geheel aandacht aan moeten schenken. Onder andere het financieringsvraagstuk, waar ook de financiële sector een rol bij heeft. Maar ook de fiscaliteiten, de facilitering om investeringen te faciliteren in Suriname. Dus dat gaan we op een rij zetten en we blijven in gesprek met de mensen. En dan gaan we kijken hoe we dat kunnen optimaliseren, dan wel oplossen. De heer Reiger die gaf zijn presentatie aan, ik ga het even letterlijk quoten. Local firms are reluctant to invest in upgrading especially without greater assurance. What if they don't know what the profit will be? Wat heeft u daarop te zeggen? Nou, het is altijd dat investeerders een business case eerst bouwen om te kijken of hun business profitable zal zijn. Ik ken geen bedrijven die investeren als hun business case uitwijst dat ze niet profitable zijn. Dus dit is een waarheid als een koers, zoals men dat zegt. Dus ja, de businesses die gaan investeren, zeker de lokale businesses, die moeten ondersteund worden door de overheid. En ik ben het er helemaal mee eens dat zij voorgaan boven buitenlandse bedrijven. Maar ze moeten wel hun business case goed onderbouwen. Maar vooral ook, dat heb ik ook gehoord vandaag, vooral ook samenwerken.